Waar is mijn huis? Igor vindt het spelen bij Sam leuk, maar het is tijd om naar huis te gaan. Dag, Sam, tot ziens, meneer, zegt Igor tegen Sam en zijn vader. Igor moet naar huis, maar waar is zijn huis? Igor weet niet meer waar hij woont. Daar staat een mevrouw. Igor gaat naar de mevrouw. Ik weet niet waar mijn huis is. Kunt u mij helpen? Weet je het adres van je huis? Vraagt de mevrouw. Hoe heet de straat waar je woont? Dat weet Igor wel. Maasplein, mevrouw, ik woon op het Maasplein. Het is niet ver, zegt de mevrouw. Je moet die kant op, en ze wijst met haar arm. Dank u wel, mevrouw, zegt Igor. Hij is blij. Nu weet hij hoe hij naar huis moet. Igor rent naar huis. Hij rent heel hard. Igor rent zo hard. Hij krijgt het warm. Er komt zweet op zijn hoofd en op zijn rug. Zijn bloes wordt nat van het zweet. Igor is blij dat hij thuis is. En mama ook. Ga maar gauw in bad. En onder de douche. Igor zegt ze: Je bent een beetje vies. Igor gaat naar de badkamer. Igor kleedt zich uit. Hij stapt in het bad. Daar gaat hij onder de douche. Igor draait de kraan open. Het water is lekker warm, niet te koud. En niet te heet. Het water stroomt over Igor's lijf. Igor wast zijn armen en zijn buik met zeep. Hij wast zijn hele lijf met zeep. De zeep ruikt lekker en het zweet gaat weg. Dan is Igor klaar. Hij doet de kraan uit. Igor pakt een handdoek van de verwarming. Hij droogt zich af. Igor kleedt zich snel aan. Hij trekt zijn broek aan en een schone blouse. Ik ben klaar, mama, roept Igor. Mooi zo, zegt mama. Kom maar gauw, want het eten is ook klaar.